Hey, jongens. Kijk er door, ja, maar die is later geweest, Wim, dus het kan wel. Ja, ja, maar... Hey. Zie ik dat het even af moet kijken. Nu schommelt Henk rustig heen en weer. Grootste schommel ter wereld. Hogehezen. Je kunt ook naar beneden laten zakken. Eindig in het water. Henk? Ja. Lukt het? Ja, maar wat moet doen? Je moet de blauwe lus nu losmaken. De blauwe lussen. Ja. Oh ja. Die zitten nu los, die kunnen heel makkelijk losgemaakt worden. Ja, maar die zitten. Die blauwe zitten in de weg, ze zitten erachter. Maar ze zitten los, toch? Ja. Je hebt het toch niet aan je carabine vastgemaakt? Deze? Ja. Ja. Niet aan de carabine, toch? Ja. Nee. Nee, naast je carabine. Dezelfde lus naast je carabine. Okay. Henk. Ja. En waarom is de brug erger? Ja. Wat was hier gaaf aan? Had ik iets meer twijfel. Okay. Ja. Hoe is die knik als je de rek uit de touw op hebt? Niks. Nee, hè? Ik zat niks voor. Dat was ook mijn enige... angst, ja. Nou, ik vind je echt geweldig. Kun je even een stok overnemen, Nelly? Is hij gebroken, denk je, die ja, vinger? Ja, hij is gebroken. No, no ha sido nada agradable. ¿Me es de eerste orde? Ja, hij is van de orde en zijn moeder per dino parte nacional. En fait, je lui ai fait un bandage pour lui retourner le doigt. Donc, je lui ai demandé s'il avait envie de vomir, si la tête avait été touchée, ou si c'est pour retourner la tête, il m'a dit non. Non, Mariano, ni vomitado. Donc, je lui ai fait boire de l'eau avec du sucre. Mais ici, en fait, l'hélicoptère
Ida ne peut pas atterrir. Au refuge, oui. Oui, c'est là. Voilà. Guardia Civil.